Hey, volgens mij ben ik vandaag op een Schots festival. Ga je vandaag met de Schotse cultuur meelopen? Ja? Komt goed uit, ik heb een rode baard. Ik ben dus vandaag op een Schots festival. Okay. Kun je wel zien? En ik moet binnen een dag een Schot worden. Ik ben op zoek naar Fiona. Fiona? Ja, we hebben iemand. Hallo. Hallo. Tim. Hi. Alles goed? Ja. Jij komt ook uit Schotland? Ja. Ja. Hoe lang woon je in Nederland? 32 jaar. 32 jaar. Ah, leuk. Dus. Maar nu zijn we ook in een soort van Schotland, zie je? Ja, ja, het is the world of Scotland. Maar wat zijn dit allemaal? Dit zijn kinderkilten. Oké. Okay. En hoe komt het eigenlijk dat mensen een kilt dragen? Waar komt het vandaan? Nou, dat was gewoon een grote lap stof. Ja, ja. Dus er was er geen naaien of knippen of wat dan ook. Er werd gewoon een stuk stof gewoven. Ja. En dat legden ze op de grond en deze een riem eronder. En dat slukken ze om zich heen. Kijk, 8 meter stof zit erin. Wow, 8 meter stof? Ja. En heb je daar nog iets onder aan? Ja. Nou, wat dan? Wel, ik had het gehoord. Ja. Heb jij een onderbroek aan? Ik heb, ja. Als ze vragen mij wel eens, wat heb je onder je kilt? Dan zeg ik, meer dan jij tussen je oren. Ik moet natuurlijk leren om een Schot te zijn. Mm-hmm. En hoe gedragen we dan? Laid back. Laid back? Ja. Relaxed. Wij Schotten vinden ons zelfs niet zo belangrijk. Echt waar niet? Hoezo niet? Nou, dat zijn we niet. We zijn gewoon mensen. Ja. We zijn sociaal, we zijn vriendelijk. Maar laid back, hoe doe ik dat bijvoorbeeld? Zo? No, not quite so relaxed. We mean standing up, but relaxed in the way you are. Oh. Ja, zeg maar, just relax. Shoulders, relax. Just be yourself. Het is gewoon rustig. Schotten zijn gewoon Schotten. Ze zijn zezelf. Heel belangrijk. Oké. Okay. Dus. Ga ik even flink mezelf zijn vandaag dan? Ja. En wat nog meer? Beleefd en vriendelijk zijn. Beleefd en vriendelijk zijn? Ja, ja, wij zijn altijd netjes en correct. Hey, hoe ben je? Hey, alles goed. Ja, good. Ja. Dat is de manier om te groeten. Ja, ja. Dus maar in Nederland is dat kussen. No, we don't kiss. Nee. No. Oh. Nee. Jammer. Daar houden we er niet van. Dat betekent niks. Het heeft geen gevoel. Dat zijn. Grote omhelzing, dat is echt. Ja, maar, dat is met je gevoelens. Maar ligt er ook aan hoe je kust natuurlijk. Zo? Ja, zo? Nee, dat doe je niet. Dat is gewoon met gevoel. Nee, dat is het niet. Gewoon echt zo. Ah! Ja. In Schotland spreekt ze natuurlijk Engels, maar het klinkt iets anders. Ja, ja, dat komt omdat wij andere woorden voor gebruiken. Ja, is I. 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 En nee? Nee. Nee. En hoe zeg je gedag? Tada! Tata! Tata! En als het iemand is je niet kent, een man bijvoorbeeld, zeg je hey, hoe is het Jimmy? Jimmy? Jimmy. Ook heet hij Jimmy niet. Alle onbekende mannen heten Jimmy. Alle onbekende mannen heten Jimmy. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, dat is heel makkelijk. Jimmy! Mag dat even zo? Ja. Whisky leren drinken. Dat is heel belangrijk dat je dat leren drinken. Dat is wel echt belangrijk. Ja, maar ik wil natuurlijk echt een Schot worden, dus ik ga het zeker wel doen. Nou, dan kunnen we dadelijk whisky gaan drinken hier. Dadelijk? Ja. Het is 11:30. Dat geeft dan niks. Niet? Nee. Jullie drinken ook 's morgens whisky? Ja hoor. Kan. Kan echt serieus? Ja, nee, serieus, ja. Ja, ja. Slantjewaar. Slantjewaar, wat betekent dat? Slantjewaar, ja. Dat is brood of zo? Ja. 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 Slantjewaar. Scherp luchtje wel, hoor. Ja, maar het huis is wel mooi. Oh.
gaat het? Ah, super lekker. Ja, dat is echt. Ja. Dat is echt schot. Slangchoa. Ik heb nu een paar tips gehad van jou. Ja. Ja. Ben ik er klaar voor? Dat denk ik wel. Okay, ja. Hierachter is het festival. Hierachter is het festival. En dan kan je alles zien en beleven waar we het over gehad hebben. Nou, dan ga ik mijn beste Schotse beentje voorzetten. Ja, ja, moet je doen. Fiona, wat vind je ervan? Ja, heel mooi. Goed, hè? Ja, ja. En deze hoor? Ja, echte Jimmy. Echte Jimmy? Tata, tata, tata. Oké okay, dan. Dat hoort er ook bij natuurlijk. Net zo. Tata. 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 Jimmy? 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 Jimmy. Ja, is goed. Ja, 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 ja. Jimmy? 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 Ja, toch? Jimmy, Jimmy. Jimmy, toch? Erik. Oh. Hoi. Hoi. Tim. Ik ben Siep. Ik heb een vraagje. Dit instrument is typisch Schots. Typisch Schots, ja. Nu komt de lastige vraag. Maar zou ik het eens mogen proberen? Ja, zeker. Je knijpt met je arm, knijpt in de lucht in. Niet zo hard, hè? En hoe komt geen geluid uit bijna? Nee, omdat je niet hard genoeg blaast, hè? Ik ga bijna Nokkie hier, Allemaal weer vast. Mooi man. Maar het is wel echt, je moet wel echt veel blazen. Maar heb je niet aan het eind van de dag echt een blaasbek of zo? Je lipspanning valt weg, noemen we dat. Gaat dat een beetje gebeuren. En dan moet de whisky. Komt de whisky. En dan kan je wel weer een uurtje door hoor. Super bedankt voor de snelle les. Succes ermee. Oké, tot kijken. Hoi. Mag ik je wat vragen? Ja, dat mag. Wout Zijlstra, hey. Hey, mag ik ook een keer gooien, anders? Ja, maar, wil je een Heineken eens meedoen? Ja, ik wil misschien één keer gooien, zou dat misschien kunnen. In dit vak blijven, niet over de balk. Daar is het Nederlands record, bij de vlag. Pakt hij het wereldrecord? Pakt hij het? Hij is helemaal opgevakt nu. Hij is helemaal opgevakt nu. Komt dan. Is dat de wereldrecord? Zeer goede poging. 4 meter. Super bedankt, dat was het dan, hè? Ja, nee, oh. Wat? Wil je nu alweer... Nee, de echte Schotse Heiland Games natuurlijk, dat weet iedereen. Dat is de keper, de grote boomstam gooien natuurlijk, hè? Ik? Ja, tuurlijk. Dat is de echte Schotse traditie. Kijk, dit is hem. Dit is 4 meter. Dit is een beginnersboom. Ah. Ja, dit is een beginnersboom. Dit is echt de traditie. Ik zal hem even meenemen, zal ik het een keer voordoen. De handen in elkaar en kebertos. Dus dan moet die boom die moet over de kop. Kijk, zo. Dat moet ik dus gaan doen. Ja, zeker. Dit is de beginnersboom. Ja, dit moet jij met jouw reputatie. Jij probeert dat ding op te tillen. Hou recht. Trek een beetje naar beneden. Heb je de handen er goed onder? Ja. Heb je goed vast? Ja, heel goed. Heb je goed vast? Let op. Nu is hij voor jou. Ik laat hem los. Over de kop dat ding. Over de kop. Kom. Ja. Zo. Je zat er dichtbij. Ik wou hem bijna goedkeuren. Oké, man. Ik zie je over 20 jaar. Dank je wel. En tot de volgende keer. Oké, tot over 20 jaar, hè? Nou, ik heb wel echt alles gedaan wat je hier op de festival kan doen. Dus ik ga even met Fiona peilen wat ze ervan vindt. Hey, daar ben ik weer. Hi. Wat een festival. Ja, how do you like it? Wat? Hoe vond je het? Ik vond het superleuk. Superleuk. Ik heb ook echt van alles kunnen doen. Ja. Je ziet er geweldig uit. Ik heb, weet je wel, heel veel Jimmy gezegd tegen gasten. Ja. Niet iedereen heet er zo. Maar nee, dat is wel. Maar dat zijn we achtergekomen. en de gebruiken natuurlijk. Eigenlijk heel erg leuk en heel erg gezellig. De mensen zijn open. Ja, het is gezellig. Ja. Dus dat is heel tof. Zei ik toch? Schotten zijn gezellig. Ja. En Schots doen is gezellig. Nou, super bedankt voor alles. I'll be back.